Hey alle, ik ben Tim en ik neem elke zondagochtend om 8 uur de hints en theorieën met jullie door. Oké, wij komen net van Mol Talk af. Het was natuurlijk een hele toffe aflevering, om het maar zo te zeggen. Rian is afgevallen. Wie had dat verwacht? De hele Mol Talk studio was ook echt in zo'n hele, in zo'n sfeer van, goh, er gaat iemand uit en bla 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 bla. Het begint nu steeds harder te regenen, dus ik zeg, we switchen eventjes van shot. De afleveringstitel was zinvol en dat is te slaan op een paar kandidaten. Rosario zegt allereerst dat hij zelf niet te vertrouwen is tegen Rick. Is natuurlijk erg zinvol om te zeggen als mol zijnde. Verder vissen Rian en Rosario het woordje mol op. Die laat ze vervolgens ook weer vallen, heel raar natuurlijk. Op een gegeven moment wordt ook geroepen, we hebben mol gevonden, is natuurlijk ook erg zinvol. En dat kan heel goed leiden naar Rosario, want ja, Rian is natuurlijk afgevallen. Verder valt het op in die opdracht met de bootjes, dat Fons een goede zin heeft gemaakt met de woorden die hij had. Ook erg zinvol. En dat waren een beetje de hints van de afleveringstitel. Dan hadden we natuurlijk opdracht 1 en daar viel het op dat Anna volgens de montage als eerste ging. Rian die ging als laatst en Kees ging daarvoor. Wil je als mol deze opdracht als laatste zijn? Ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. Wat wel nog opvalt is dit moment. Je ziet hier namelijk dat Rosario een beetje baalt van zijn keuzes. Want het liefst schiet hij Rian af. Kijk, als mol, stel je weet als mol, Rian heeft 2000 euro bij zich. Dan wil je natuurlijk afschieten. Maar wat Rosario heeft gedaan, die heeft Rian juist heel erg vertrouwd genoemd. En ja, daar kan je natuurlijk heel erg balen als mol, want nu kan je als mol eigenlijk niet Rian meer afschieten. En dat is best wel jammer, want dit kost gewoon 2000 euro voor de pot. Eigenlijk door een foute keuze van mol Rosario. Oké, dat was echt een hele zinvolle theorie. Rosario zit natuurlijk wel op een mooie sleutelpositie. Het kan zo zijn dat Rosario juist in de eerste afleveringen en daarna heeft geprobeerd zichzelf zo min mogelijk verdacht te maken. En dat alle kandidaten eigenlijk ervoor zorgen dat ze Rosario het meest vertrouwen, waardoor hij uiteindelijk een ideale sleutelpositie krijgt. Kan een theorie zijn waardoor hij juist niet zoveel in beeld is geweest. Wil jij nou deze vrijstellingen winnen? Dat kan. Abonneer dan snel hier beneden op mijn kanaal voor de 3500 abonnees. Wat opvalt bij deze opdracht is dat de ledergame opdracht heel erg lijkt op een opdracht die al geweest is in de Mol België. We hadden vorige aflevering ook al een opdracht uit de Mol België, of één aflevering ervoor, één van die twee. En dat is de opdracht met de lasergame. Wat wel opvalt ook nog aan Rosario, ik weet het, het is een soort Rosario video of zo. Het komt heel erg over alsof Rosario het eigenlijk niks boeit en gewoon iedereen wil afschieten die hij tegenkomt. Maakt niet uit of ze een joker hebben of iets. Maar het kan natuurlijk ook heel kandidaat zijn voor Rosario om lekker gewoon iedereen af te schieten zodat je een joker kan krijgen. Stel er zijn jokers verdiend. Zoals deze mooie jokers. En dan kwam opdracht 3 natuurlijk met de bootjes. Ik heb niet echt kunnen kijken van god, wat vind ik nou per se heel verdacht aan deze opdracht. Er is gewoon te weinig gebeurd eigenlijk. Er zijn te weinig dingen opgevist. Ik denk dat als je hier als mol wil zitten, dat je wel in het bootje wil zitten. Zodat je uiteindelijk gewoon de letters gewoon lekker kan wegvegen. En ja, daarin valt natuurlijk Rosario op, zeker omdat hij ook samen met Rian zat. Dus uiteindelijk is Rosario een logische optie voor om te kiezen als mol. Dan heeft Noah voor ons nog via Instagram een paar theorieën die ik echt wel graag even wil benoemen. Als Rick aan Kees vraagt of de anderen hem vertrouwen, zegt Kees dat hij dat een beetje afwisselt. Waarop Rick zegt, heel goed. Geeft Rick hiermee aan dat het goed is om het vertrouwen af te wisselen als mol? Bij de tweede opdracht wil je natuurlijk als mol zoveel mogelijk woorden binnenhalen. Zodat je er geen zin mee kunt maken uiteindelijk. Want ja, als je heel veel lidwoorden of zo bij elkaar op een hoop gooit, kan je natuurlijk geen goede zin maken. En zeker omdat Fons ook zegt, geen lidwoorden, geen lidwoorden. Dus dat vond ik ook wel weer een kandidaatactie aan Fons. En verder zegt Noah dat Kees en Anna hier dus heel erg verdacht zijn. Omdat Kees en Anna natuurlijk heel veel woorden wilden binnenhalen. Verder heeft Noah ook nog een hint over de pastelkleuren die veel te zien zijn. Zijn dat niet allemaal kleuren van atomen? En Anna heeft natuurlijk natuurkunde gestudeerd, dus ja, zou enigszins wel kunnen kloppen. Dan gaan we even naar de testresultaten. Anna lijkt op Fons te zitten, Kees op Rian, Anna en Sor lijkt het. Rian die zit op Fons en Kees. En wat daarbij opvalt, is dat Kees
inderdaad ook een beetje op Rian zat. Vind ik vaag. Rian is natuurlijk afgevallen. Kunnen we hier dan eigenlijk uit concluderen dat Kees de mol is? Aangezien Kees al een paar afleveringen op Rian zit. Tenminste, de resultaten die wij horen. Dan zit Fons op Rian, Anna en Kees. Sor zet een joker in en zet ze een hele test op één persoon. We horen natuurlijk weer niet wie het is. En verder valt het spiegelbeeld shot op bij de test die nu in beeld te zien is. Dan nog tot slot de laatste theorie. Kees pakt wederom de afvaller af en zit wederom achter de afvaller Rian. Doet hij al sinds aflevering 1. Kan een theorie zijn. Kan ook gewoon Kees zelf zijn. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer zeker voor de 3500 abonnees, zodat je deze twee vrijstellingen kan winnen. En dan zeg ik van nu, laters.